Yo mensen, ik ben vandaag hier in de Merenwijk bij de kinderboerderij. Mijn haren zitten niet uit, want ik had geen zin om haar te doen vanochtend. Wij gaan hier lekker gezellig lopen. En vandaag gaan we gekke mannetjes lastigvallen. Joepie! Hé hey, meneer! Ben jij de badkruipman? Jij bent de badkruipman! Ik zie nog... Nee hè! Jij hebt me toch niet achterna gevolgd. Hè? Ik heb helemaal gestalkt de hele dag. Oh nee. Waren wij toen niet in Leiden dorp? Ja, toen kwam ik je tegen in de woon badkruipding. Oh, bij Samisil. Ja. Nou, daar heb ik heel veel dingen over gehoord. Hij vroeg of ik er weer in was. En ik heb al die tijd de hele dag erin gezeten in dat badkruip. Maar je kwam niet meer. Nee, ik had er geen zin meer in. Maar ik had een grapje naar jou toe gestuurd van, nou, hij zal best niet meer komen. Ja. En nou ben je gewoon helemaal naar Leiden toegekomen om mij te volgen. Ja. Zal ik je wat laten zien? Nou. Wat ik ook wel eens doe. Ik ga ook wel eens een keertje, als ik niks te doen heb, ga ik even naar de kinderboerderij. Gaan we naar de varkens kijken. Kom, we gaan even kijken. Is goed, ga naar de varkens toe. Let's go. Misschien zitten er nog mensen die een beetje op jou lijken. Oh, dat zou leuk zijn. Joepie. Misschien de ooievaars, die lijken een beetje. Ja. Zal ze dat hebben? Nee, denk ik niet. Denk ik niet. Maar misschien komen we wel een mooie pauw tegen. Ja. Die zijn ook knap, hè? Ja, pauwen zijn knappe beesten. Nou, ik was trouwens maandag jarig geweest. Ja, hoe jong ben je geworden? Ga ik je vertellen. Nou, wat zouden de mensen denken? Ik ben eigenlijk 20. Joepie! Gefeliciteerd. Nieuw 20. Nee hoor, ik ben 50 geworden. Maar ik voel me 20. Jee. Hoe doen we dat? Gewoon genieten van het leven. Ja. En als Kei in de buurt is, met zijn mooie vloggen, mag heel Nederland weten, want hij wordt steeds groter, hè? Ja. Dus mensen, ga nog even naar Sky, dat is leuk. Ja, dat is altijd gezellig, toch? Hij heeft de leukste en de grapste filmpjes. Ja, altijd. Altijd gekheid bij mij. Ja. Maar kijk, ze lopen gauw naar binnen, ze zien mij. Ze vluchten. Ze vluchten voor enge mannetjes. Gaan we even binnen kijken. Is goed, is goed. Het is geen geur, je ruikt natuurlijk niks. Gelukkig. Maar ze zijn hartstikke lief. Beetje druk hier. Ze krijgen ze eten, zie. Ja. Kijk eens. Oh. Hier is nog een varken. Heb je honger? Nou dan. Dat is het, hè? Ja. De beestjes. Ga gauw weg. Ga gauw weg. Yes. Knaagdiertjes. We gaan even bij de knaagdieren kijken. Oh. Hoe erg knagen ze vandaag? Kijk eens, kleine muisjes. Lief, hè? Ja, heel schattig. Nou, hier heb je dan de konijntjes. En dan staan ze bij elkaar. Oh. Wie deze dan? De pluizigen. Ook schattig. Schattige beesten. Kijk dan. Je zou dat maar thuis hebben. Ja. Zijn het badjes? Leuk. Yes. Daar gaan we even hier. En hier allemaal leven, ik zie het. Ja, hier zijn geen beesten. Er moet even nieuw beest in. Straks zijn er een jaar, hè, de beesten. Ja. Oh, hier er een. Oh. Je hebt een cavia volgens mij. Ook een schattig beest. Lief, hè? Ja. Sta ik zo op mijn veter. Handig. Dat is wel leuk, hoor. Ja, leuke beest. Ja. Dus. Kippies. Gekke chickens. Maar dat is wel bijzonder, hè? Ja. Dat je komt voor mij speciaal om naar de kinderboerderij te gaan. Ja, gezellig, hè? Ja, met mijn familie. Het moet er ergens op lijken. Ja. Hier zijn de paarden. Hier zijn de beentjes. Hallo. Ik ga het eten. Nou, hier kom ik ook graag. Ja. Ik ben namelijk een paardenliefhebber. Ik heb een paard
is niet van mij, maar wel familie ervan, van mijn vriendin Rianne. Die heeft een paard die heet Sterre. Zodra als Sterre mij ziet, wordt zij helemaal gek. Dan komt ze helemaal naar me toe rennen en dan gaat ze meteen met me knuffelen. Daar zijn paarden het liefste, de beesten, ponies. Dus? De gewone paarden. Ja, ik hou van ze. Echt, hè? Ja, mooi. Nee. Hey John, ik durf te wedden dat jij hier niet overheen durft lopen met jouw leeftijd. Met mijn leeftijd? Hey, gaan we nou zo beginnen? Ja. Ik ben wel 50, maar dit ken ik makkelijker. We gaan even kijken. Nou, ik ben toch jong. Want ze denken allemaal, ja, nou John is serieus. Maar ik ben ook een klein beetje kinderachtig. Dus geef mij een Red Bull, ben ik ook pleiten. Nou, let op. Nou, als je in de water valt, ben je wel een natte frikandel, hè? Ja. We gaan even kijken wat er gebeurt. Gaat niet. Maar nee, deze kant niet, hè? Nee, dat is. Dan moet je door de. Noem je dat? Door de planten. Door de riet. Ja, het is ook een beetje vies water en nat. Ik bedoel, ja, nat is het altijd. Maar het is ook een keer tijd ervoor. Ja. Kom je in de zomer, dan wil ik er wel in vallen. Je hebt de overkant gehaald. Ik heb het gehaald. Joepie. Maar wacht maar. Straks ben jij aan de beurt. Jee. Ja hoor. Ik heb het gehaald. Mooi zo. Nou, zo. En wat wou je zeggen, op mijn leeftijd, hè? Op jouw leeftijd kan je nog heel veel. Ja. Sterker nog, ik moet wel even wat zeggen. Maandag word ik, ga ik naar de arts. Niet dierenarts. Naar dierenarts. Ga ik naar de dokter. Ik heb een tinteling in mijn arm en in mijn hand. En dat komt vanuit mijn nek. Dus ze gaan nakijken wat het is. Maar ik blijf toch altijd wel strijden. Ja, toch. En ik durf te balanceren over water heen. Ik ben net God. Ja. Over water in kan lopen. Maar, zullen we kijken of Sky dat ook kan? Ga even kijken. Let's go. Okay. Ga nu kijken of een 18-jarige dit kan. Let's go. Nou, dat denk ik niet, want ik ben zelf 50. Let's go. Nou, succes hè. Zal dat lukken, denk jij? Hey Sky, ja? Kijk even naar het water, naar beneden, hoe diep het is. Zo, dat is diep. Even nog dieper kijken. Ik heb het gehaald. Wauw. Echt super goed hoor. Hij durft het zomaar aan. Ja, ja, dat lukt me wel. Ja. Ik kan het ook. Zie je het nou? En voor een 18-jarige, jongen. Ja, dat is moeilijk hoor. Moeilijk. Ouder been. Het zou je kind maar wezen. Lekker man. Sky, hoe vond je het? Superleuk. Leuk is dat op stap gaan met John van Tongeren. Ja, erg leuk. Met de volkszanger. Ja, oh, zie je het? Het kan ook leuk zijn, hè? Ja, hartstikke gezellig. Oké. Nou, ik zou zeggen, Sky, we gaan nog een klein stukje nog even wandelen. Omdat je het leuk vindt. Ja. Yes. En dan drinken we nog even lekker wat drinken. Dan gaan we even wat drinken bij mij thuis. Yeah. Ja? Prima. Oké, jongen. Tot ziens, hè. Tot ziens. Let op, mensen. Ik zei toch dat ik 50 ben, hè? Maar ik ben ook een klein beetje kinderachtig. Dat ga ik je laten zien. Let op. Alles is stil. Let op.
Nou, maar als ik niet onder de chocomel, maar dat is ook niet gebeurd. Kindje John. Toevallig loopt daar een paard en die is net niet geschrokken. Gelukkig maar. Gelukkig gezien dat ik een grapje. Oké. Nou, dat was mooi. Dat was leuk, hè? Ja, Johnny, dat was leuk. Yo mensen, ik was net met John en John is nu weg en ik ben nu hier in mijn eentje in Leiden. Terwijl mijn vriend is er wel bij, maar die mag niet op beeld. Dus ja, dit was mijn eentje. Ik ben nu onderweg naar New York Pizza. Ga ik daar misschien een pizza halen of anders ga ik even ergens anders eten kijken. Maar goed, let's go. Kijk eens mensen, dit is mijn pizza geworden. Het is een super lekkere pizza en ik heb er zin in om het te eten. Nou mensen, bedankt voor het kijken naar deze video. Abonneer voor meer en doe een duimpje omhoog. Doei!